Dit marktplein is binnenkort de locatie voor een geweldige feestweek. Een grote tent waar voor jong en oud een mooi programma is samengesteld door de SEN en het comité Bruisend Nijverdal. Wat betekent voor jullie Bruisend Nijverdal? Nou, Bruisend Nijverdal betekent voor ons op dit moment een beetje een dagtaak om het Bruisend Nijverdal van de tweede week van september gestalte te geven. Dus naarmate de datum vordert, worden we steeds enthousiaster. Wat is het doel van dit meerdaagse evenement? We maken van centrum een gezellig festijn. Een gezellig centrum. En dat is voor iedereen goed. Dus ook voor de ondernemers die het momenteel ook niet al te makkelijk hebben. Maar ook voor de Nijverdalse bevolking. Om iedereen lekker bij elkaar te brengen is ook prettig natuurlijk. En op een goede manier. En dat doen we meestal met een feest. En dat hebben we vorig jaar gedaan. En het jaar daarvoor. En dat is een groot succes geweest. Dus dat gaan we nou dit jaar ook weer doen. En wat hebben jullie dan georganiseerd? Wat kunnen we verwachten? Nou, we hebben een ontzettend leuk programma, dacht vind ik zelf. We hebben echt even goed gekeken naar andere jaren, even geëvalueerd van wat was toen leuk, wat vonden mensen leuk, wat hebben mensen aangegeven na die tijd. Nou ja, we hebben weer de lifestylebeurs op het programma staan. Dat was vorig jaar een groot succes, ook voor de ondernemers en alle mensen, ontzettend druk. Dus dat hebben we nu weer. We beginnen woensdag eerst met een creatieve beurs en dan donderdag is dan de woon- en lifestylebeurs. En vrijdag, zaterdag en zondag hebben we ook een vol programma en die avonden hebben we ook een leuk avondprogramma. Waarvan ik denk dat elke avond wel voor alle leeftijden geschikt is. Kan jij wat highlights aangeven? Wat ik zelf persoonlijk een heel mooi iets vind is de vrijdagavond. Dat is de Vrienden van Nijverdal Live. Het is helemaal nieuw. We hebben dat bedacht als organisatie en het is een beetje gebaseerd op het bekende concept Amstel Live, wat de meeste mensen wel kennen. Maar dit keer dus met Nijverdalse bands, Nijverdalse artiesten, zangeressen, die gewoon gezamenlijk een heel programma hebben bedacht. Het is gewoon één gezamenlijke playlist met allerlei nummers voor elk wat wils, met rock, met Nederlandstalig, met zelfs hardstaal. Eigenlijk alles zit erbij in, zeg maar. Die mensen hebben met elkaar een aantal nummers ingestudeerd, zullen ook samen gaan zingen, samen gaan spelen. En ik denk dat dat gewoon echt één groot feest wordt. Eigenlijk wordt de tent één grote kroeg, zeg maar, van Nijverdal. En zaterdagavond natuurlijk, dan komt 3FM-DJ Michiel Veenstra samen met Chippe Chipsma, aldus Tjitse Leemhuis, naar de tent hier. Om er dan een feest van te maken wat denk ik ook voor de 20ers, 30ers, maar ook wel voor de ouderen, zeg maar, gewoon een hele leuke avond gaat worden. De slotavond is al een beetje traditie dat afgesloten wordt door de Piano House. Die is inmiddels natuurlijk behoorlijk beroemd in Nijverdal en omstreken. En we zijn weer blij dat ze komen. We maken de laatste jaren een special ervan. Vorig jaar was dat met The Voice op Nijverdal. Dat was een groot succes. En nu hebben we weer in samenwerking met de jongens van Piano House wat anders bedacht. En dat is dan dat we dus een aantal overleden artiesten weer even terug op aarde brengen. Met imitatoren, professionele imitatoren, die hun zo goed mogelijk proberen na te doen met live begeleiding van de Piano House. En we denken dat het heel goed is. Mensen zijn ook allemaal heel erg enthousiast daarover.